Hey guys, ik ben vandaag in Leidendorp bij het Alreine ziekenhuis waar Marit stage loopt vanuit het ROC Mondriaan Leiden. Geen skills to finals voor haar dit jaar, maar ze heeft het waarschijnlijk druk genoeg met de COVID-crisis. Dus we gaan kijken of ze een plekje voor me heeft. Hallo daar. Komt-ie hoor. Marit, vertel, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag op mijn stage in het Alreine ziekenhuis in Leidendorp. En ik volg de opleiding verpleegkunde op het ROC Mondriaan in Leiden. Ja, en we gaan het toch even over hebben. Corona, daar hebben jullie natuurlijk veel mee te maken. We mogen geen patiënten filmen. Hoe gaat dat nu hier in het ziekenhuis? Aan het begin was het echt even zoeken hoe delen we het ziekenhuis in, welke afdelingen worden corona-afdelingen. Ja, en jij staat zelf niet op een corona-afdeling? Nee, we hebben dan wel natuurlijk een coronakamer. Als een neurologische patiënt corona heeft, dan kan die op onze afdeling komen liggen, zodat wij hem beter kunnen monitoren. En wat is nou precies de reden geweest dat je dacht, ik wil verpleegkundige worden? Vroeger droomde ik ervan om dit te doen, om in dit pakje te staan, in het ziekenhuis te werken en patiënten te verzorgen, te helpen, bij te staan in de moeilijke tijd als hun hier liggen. Ja, ze zijn natuurlijk wel ziek en jij staat ze bij. En in het team werken, ja, ik hou gewoon van mensen om me heen en in het team werken is gewoon heel leuk. Ja, wat is dan het verschil tussen een gewone werkdag en zo'n trainingsdag voor skills? Werkdag is natuurlijk heel anders. Dan ben je met patiënten en als je traint voor de wedstrijd ben je op school. Je krijgt echt de diepgang die je krijgt op school en dat vind ik gewoon heel interessant. Dat is echt een goede toevoeging. Ja, zeker. Zullen we naar binnen gaan? Ja, kom. Oh, mond koffie op, hè? Ik heb hem. Let's go. Vertel, wat doe je allemaal precies hier? Nou, wat jullie hier zien is de patiëntenkamer. Je hebt verschillende patiënten op de afdeling, dus daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Maar ook veel handelingen, dus die verpleegtechnische handelingen, waar ze denken aan medicijnen delen, prikjes geven. Ze zeggen ook altijd, elke dag is verschillend. En dat is wel echt zo, elke dag is echt anders. Ja, want wat hebben de patiënten die jij voornamelijk hebt over het algemeen? Dat zijn patiënten met echt neurologische problemen, dus problemen in de hersenen. Denk aan een hersenbloeding, denk aan een herseninfarct. En zijn er nou bepaalde skills die je echt nodig hebt om verpleegkundige te worden? Ja, ik denk sowieso dat het belangrijk is dat je echt met die patiënten kan praten. Dat je je gevoel uit naar hun en dat je open staat voor hun, voor de patiënten die jij die dag verzorgt. Gewoon een beetje veilig gevoel geven in de momenten dat hun het moeilijk hebben. En natuurlijk de handelingen, een beetje handig zijn met je handen. Als je niet van met je handen werken houdt, dan moet je dit niet gaan doen. Nee. En denk je dat de kijk op verpleegkundigen ook heel erg is veranderd door nu COVID? Ja, heel erg. Dat merk ik ook aan patiënten. Ze zeggen nu, want vorig jaar heb ik ook in het ziekenhuis gewerkt. En dit jaar zeggen ze veel meer van, doe rustig aan, neem de tijd. We snappen dat je druk hebt. Dat zie je wel heel verschil door COVID. Nou Marije, ja. We hebben vandaag een acteur, mijn nieuwe collega, Cas. Maar ik wilde je graag de bloeddruk laten meten, eigenlijk de controles die we dagelijks doen bij patiënten. Aan de bloeddruk zie je heel erg wat de patiënt heeft. Dit is een belangrijk kassie. Oké. Ik denk dat ik hier iets mee moet doen. Ja, klopt. Dat is dus, een bloeddrukband. Staat er een instructie op? En hoe strak moet dat dan? Ja, een beetje aanvoelen, gewoon een beetje strak. Dit is goed voor nu. Ja? Nou, je ziet daar rechtsboven zie je de pols en die is hoog. Oh. Ik was een beetje spannend. Dus okay. Eigenlijk is verder alles gewoon ja, prima. Ja, prima. Toch? Maar dan moet je nog de bloeddruk afmeten natuurlijk. Start. Ja. En dan zorg er ook voor dat mensen niet gaan praten, want dat kan er ook voor zorgen dat bloeddruk omhoog. Kas, stil zijn. Oh, hij gaat ook. Hij maakt geluid. Hij gaat strakker. 133,81. Wat houdt dat precies in? Maar hij houdt eigenlijk in dat het hart knijpt, dus de bovendruk. En de onderdruk is als het hart rust. Dus dat meet je eigenlijk. Ja. Dus volgens mij ziet het er goed uit. Ja. We meten ook nog de temperatuur. Doen we En de temperatuur. Ja. Maar dit ken ik. Ja, dat... Dit heb ik thuis ook. Ik weet alleen niet hoe deze werkt. Hoe gaat die aan? Oh ja, daar moet zo'n dopje op. Ja. Nou, daar gaat hij, Cas. 37,7. Heb je het warm? Heel ja, goede vraag. Ik zie goeie vraag. Heel warm in de kin. Kan jij weer aan het werk? Patricia, vertel. U bent de begeleidster van Marit, toch?
ben een van de begeleidsters van Marit. Ik ben dan de coach op de leerwerkkamers, waar studenten dan in een leerproces gelijk op de afdeling wat ze aangeleerd hebben ook kunnen omzetten in praktijkervaring. En de bedoeling is dat zij langzamerhand de kamers zelf gaan doen. Want het is niet alleen de patiënt, dus hebben we met een heleboel disciplines te maken. En hoe zit dat precies bij Marit? Marit weet heel goed wat ze wil en wat ze kan. Toen ze kwam ook op de afdeling, had ze natuurlijk al op een afdeling vrij zelfstandig gewerkt. En hier werd ze een beetje teruggefloten. En op het moment dat ze leert een stapje terug te doen en te kijken naar de patiënten die wij hier hebben, merk je dat die goede weer inkomt. En ze begrijpt het ook. Ja. En wat maakt het dat Marit goed is in haar vak? Marit weet heel goed te observeren. Marit is wat dat betreft ook heel moedig. Kan ook heel goed interactie met de patiënt doen. Dus kan op die manier heel goed de informatie halen. En als ik zie wat de groei er nu in is en hoe zelfstandig ze kan werken, dan ben je daar trots op. Want dat is de doelstelling van die leerwerkkamers. Dat als iemand straks weggaat, dat je denkt, nou, die kan straks als nieuwe collega van mij, zou ik er graag willen hebben. Marit, dankjewel dat we vandaag een dagje mee mochten lopen. Geen probleem. Wat vind je nou echt het allerleukste aan dit vak? Als je één ding moet kiezen. Ik denk dan toch het patiëntencontact. Ja, ik denk dat ik dat wel het allerleukste vind. En als je nou kijkt naar de toekomst, is er dan nog iets waar je naartoe wil? Wil je doorleren? Ik wil sowieso doorleren, sowieso ervaring opdoen. En de acute zorg lijkt me gewoon heel leuk. Denk aan IC of de SCH of zo. Dat zou ik wel heel graag willen doen. Ja, en dan als laatste, ben je een beetje trots op jezelf? Ja, als ik mag zeggen, ben ik best wel trots op mezelf. Zeggen. Ja. Ben ik best wel trots, ja. Dankjewel. Goed, high five. Goed, high five op de zee. Doei. Wil je nou meer verschillende skills zien? Check dan WorldSkills.nl op Facebook en Instagram, want daar houdt het Skills Promo Team op de hoogte van alles. En check ook even www.trotsofjeskills.nl. Doei.